Maar goed, we gaan nu maar snel beginnen met de quiz, want we hebben al veel te lang gepraat. En u wil natuurlijk dat ons orkest voor u gaat spelen, nietwaar? Ik weet niet, gaat het orkest spelen? Ja, natuurlijk. Als u een antwoord goed hebt op een vraag, dan speelt het orkest. Zo gaat dat bij ons in de quiz. Ja, natuurlijk. Hallo, heer beneden. Ik wou even zeggen, als ik het goed heb, dan moeten jullie spelen. Samen dat zeggen. Weten als ik ze dus een vraag goed heb, dan moeten jullie spelen. Dat ik geloof dat jij ook mee moet doen. Natuurlijk doet het. Moet je me even aan hun vragen wat hun zo'n beetje spelen. Dan kan je misschien met hun dat het een beetje aanslaat. Hallo, daar zit nog een. Die hebben ook zo'n dasje om. Kan die misschien met jullie een beetje mee... Ja? Zeg, hallo, ik heb het voor je versierd. Je kan met hun meedoen. Zal ik even vragen? Weet u eens een beetje... Hallo, dat is allemaal al geregeld. En zij hebben de goede antwoorden op de lessenaar staan. Oh ja? Willen jullie wat drinken misschien? Nee! U mag ze niet omkopen. Dat kan niet natuurlijk. Natuurlijk niet, dat zal Koen van Orso junior ook niet goed vinden, dat begrijpt u wel. Maar goed, we gaan snel beginnen met de eerste vraag. Wie? Zal u? Wie? Koen van Orso junior, de leider van het orkest. Die zit daar. Koen van Orso? Daar! Bye. Die krijgt altijd applaus. Koen van Orso junior. Zeg het nog een keer, misschien de... Koen van Orso junior. Goed, die kennen we allemaal en daar gaat het nou verder ook niet om. Wij gaan... Meneer Beukenoot, wat is er? Hallo? Is hij de Koen van Orso junior? Natuurlijk, de bekende pianist, componist Koen van Orso junior. Maar goed, daar gaan we nou niet te lang op door. We gaan snel beginnen met de eerste... Wat is er nou toch? Is hij ook wel eens dat je, als je wel eens de radio aan... Zet dat je hoort, en nou kom, dames en heren. En nu komt het orkest onder leiding van Koen van Orso. Is hij? Ja, meneer van Orso voor u. Meneer van Orso. Ja. Goed, nou, dan gaan we... Koentje! Karel! Heel bekend. Eerste vraag. Tijd gaat nu in. Gaat de tijd wat in? Wat is dit? Wat is dat? Dat gaat u mij vertellen. Wat is dat? Ja. Daar is wat over te vertellen. Let op de cijfers in het witte vlak en de rode rand. Wil je rand? Lekker makkelijk, hè? Eerste vraag. Moet u toch wel wat over kunnen zeggen, denk ik zo. Smokkelijk. Kan je misschien eens iets dichterbij komen, dat ik even wat is nou ver. Ja. Ziet u het? Oh ja, rode rand. Ja. Ook twee cijfers, twee. Oh, ik hoor. Tijd is al om. Oh ja. U moet het zeggen. Ik moet het zeggen nou natuurlijk, ja. Hè. Maak even vragen nog. Is het van een Nederlandse schilder? Nederland? Nou, meneer Beukenoot, dit is toch geen schilderij? Er staan duizenden van die dingen langs de weg. Oh ja, daar ga ik altijd met een rotgang voorbij natuurlijk. Dat ik, ja, dan ben ik bang dat u ook niet weet wat het is. Ik ben bang natuurlijk. Jazeker. Ja. Ja, u moet het zeggen. Tijd is eigenlijk zeggen. Al om. Kan ik overleggen nog? Nee, even? Dat is niet mogelijk. Opzoeken. Nou, ik zeg maar, ik gok maar een verkeersbord. Ik gok maar wat. Ja, dat is goed. Maar u had nog erbij... Hij is goed! Je zegt zelf, hij is goed. Ja, maar er hoort nog wat bij. Ja, er hoort nog een paal bij. Dat hoef je er allemaal niet te zeggen. Je hoeft er niet alles te... Dat weet mijn opoe ook. Opoe! Nee! U had moeten zeggen, als je dit bord ziet, dan mag je niet harder rijden dan 50 kilometer per... Per persoon. Fout! Fout! Het is fout! Is hij fout? Ja. Zonde. Zonde. Ja, natuurlijk. Het is fout. Jammer. Ik kan het ook niet helpen. Hoor je wat hij zegt? Ja, het is spijtig. Fout. Ja, niet gehoord. Kan er ook zeg niet... het nog even. Het is fout. Hoor je wat hij zegt? Fout. Zonde. Ja, het is jammer, maar daar kan ik ook zonde. Niks aan doen. Zonde. Ja, nou goed, we gaan gewoon verder. Niks. Het scheelt niks. Ja, het is jammer, maar... Zonde. We moeten doorgaan. Ja, tot het gaatje, want het is zonde. Vraag 2.
Ik loop met een hond op een voorrangsweg. Oh, leuk. Zal ik even vertellen? Misschien even leuk tussendoor. Meneer, dat het kan niet, leuk. Jongens. We knippen het eruit, hoor. Zal zeggen, het gaat er allemaal uit. Leuk. Zal maar zeggen. Ja, wat een weer, hè. Ja, wat een weer. En er staan dus mensen, die staan zo bij bushalte. En, die staan zo. En zo. Ja, bij de bushalte. Zo. En die halte staat er ook. Dus met z'n drieën, twee mensen en een bus. Met z'n drietjes. En zo. Zo. En die bushalte zei die veel. Maar die twee mensen, zo. Hoe gaat het ermee? Oh, gejarrende man. Ja, dat is zo. Ik weet het maar. Kom een andere man bij. Hoe gaat het met u? Nou, heb ik u al verteld van mijn hond? Nee, ik weet niet. Andere man. Nee, hij hoort van zijn hond. Nee, ik weet niet. Wat is er met zijn hond? Ik zou even vragen. Wat is er met uw hond? Hij doet niks. Zijn hond doet niks. Wat zei je? Zijn hond doet niks. Doet uw hond niks? Nee, hij doet niks. Wat een toestand. Is het eerlijk waar? Zijn hond doet niks. Zeg het even tegen die bushalte. Die kan jou het schelen. Ja. Oh, dat doet niet. Hoe komt het dat uw hond niks doet? Nou, heel eigenaardig. Ga ik met hem naar het bos, dan doet hij niks. Oh, woon u vlakbij een bos? Ja, ik woon ongeveer 3,5 uur rijden van een bos. Maar hij doet niks. Wat eigenaardig. Maar op het strand doet hij van alles. Wat zeg u nou? Doet hij op het strand van alles? Ja, op het strand doet hij van alles. En in het bos doet hij niks. Nee, het bos doet hij niks. Wat eigenaardig. Dus op het strand wel. Ja, wat hebben we voor hond? Een zeehond. Beukenootje op tv. Stil! Hier is je beukenoot thuis, hè? Is je beukenoot. Stil! Het is een vreemdeling zeker, die bedwars is zeker. Zal hem even vragen naar zijn naam. Het is beukenoot. Geeft u alleen maar antwoord op mijn vragen en verder basta! We zijn wel aan de laatste vraag gekomen. En de laatste vraag... Meneer Beukenoot... Hallo, wat is er? Meneer Beukenoot, wat is er? Een boos. Ja, oké, ik heb misschien een beetje te hard tegen u staan schreven, maar u zit met de handen van bloemkolen en Beukenoot. Kan toch allemaal niet? Domme gedoe. Oké, ik zal niet meer schreven, dan zullen we verder gaan. Hè? Zullen we verder gaan dan? Nou? Zullen we verder gaan dan, meneer Beukenoot? Zullen we verder gaan? Laatste vraag. Hé, hey, Beukie. Laatste vraag. Nou? U zou niet meer schreeuwen. Laatste vraag. Dan staat de verkeersagent zo op de weg. U komt van die kant af. Wat doet u dan? Hij toeteren dat hij op zijn man. Fout! Oh, ik lijk wel dom. Oh. Maar ik heb voor u een troostprijs. Oh ja? Wie heb ik onder de witte knop?
Willeke van Amelrooy. Hij heeft Willeke van Amelrooy onder zijn knop. Ja. Willeke van Amelrooy, wat leuk. Oh, dat vind ik leuk, Willeke van Amelrooy. En dat maakt niet uit wat ik zeg. Nee, maar Charmant, kan zeggen wat ik wil. Charmant, dat geeft niet. Nodig dus eruit voor een dinertje of zo. Maar ik kan zelf zeggen wat ik u mag wat Willeke van Amelrooy. Charmant. Hey, met je grote bloemkolen.